Hij blijft ver voor die streep. Wat een tijd. 1.45.57. 1.45.57 is een baanrecord. 1.45.57. Ja, deze medailles, die heb ik ooit gewonnen. Er zijn trouwens heel veel zilveren en bronzen medailles, zie ik. Mijn hele schaatscarrière hard voor gewerkt en natuurlijk uiteindelijk ook goud gewonnen. Deze jongen hier, Olympisch goud, 1500 meter, 15 jaar lang. Bloed, zweet en tranen zitten in deze medaille. Dat is hem. Jeu d'Olympique d'hiver, patinage de vitesse. Ontzettend waardevol voor mezelf, maar ik ben nu gestopt met schaatsen en dan heb je echt geen reet meer aan al die medailles. Eigenlijk helemaal niks. Ik stond op het topje van de berg en ik sta nu weer helemaal beneden in het dal. Ik voel me eigenlijk weer dat 18, 19-jarige jongetje en ik moet alles opnieuw gaan ontdekken. En ik weet één ding wel waar het heen gaat. Alles wat ik ga doen heeft te maken met sport en met ondernemen. En de weg die ik daarin ga afleggen, ja, ik dacht die ga ik maar even aan jullie laten zien. Dus ik heb een cameraatje gekocht en ik ga het filmen. Ik ben onderweg naar kantoor. Het klinkt trouwens heel erg kut. Onderweg naar kantoor. Dat was eigenlijk de reden waarom ik wilde gaan ondernemen. Is dat ik niet op een kantoor wil zitten. En ik ga jullie uitleggen wat ik ben begonnen en waarom eigenlijk. Ik ben tijdens mijn carrière altijd bezig geweest om beter te worden, veel beter te worden. En ik ben altijd op zoek geweest naar een product dat me daarbij kon helpen. Wat ook echt bewezen werkt. Nou, daar ben ik achter gekomen. Het bestaat alleen nog niet. Niet in Nederland, niet in Europa. Dus ik dacht, dan moet ik het zelf maar gaan doen. We hebben hierboven een klein kantoortje. En dit is dus het bedrijf waar ik het over had, waar ik gestart ben. First Energy Gum. Een kauwgom met cafeïne. Werkt direct. Heel veel topsporters gebruiken het al. Even mijn sleutel pakken. Welkom! Dit is Michael, mijn compagnon. Ja, zwaai even. Wacht even, man. Ja, precies. Dit is Mandy. Hoi. Maar wat doe jij hier eigenlijk? Jij zit achter een bureau een beetje op een stoel te wippen. Ik kom uit de slechte wereld van de energy drinks. Ik heb een watersportbedrijf gehad. En ik heb een kauwgompje ontwikkeld. Maar waar is dit voor eigenlijk, meneer Tuitert? Dit is voor een serie die we gaan maken. Over dat ik ooit aan het schaatsen was en nu met jullie aan het ondernemen ben. Dat noem jij ondernemen? Ja. Just... Moet dat ding echt zo helemaal gezet of niet? Is dat nodig? Je wordt er niet knapper op, Mike. Nee. Mijn enige functie hier is gewoon kaartjes schrijven, daar komt het om neer. Want verder heb je ook gereed aan hem. Alright, ik heb niet het mooiste handschrift ter wereld, maar ik doe mijn best. Kaartje geschreven voor Bart, bedankt voor je bestelling, groetjes van Mark Tuitert. Hij heeft een 5-pack besteld, dus die doe ik met mijn eigen kaartje in een envelop. Dit is First Energy Gum, dit is mijn bedrijf, je hebt mijn compagnons net ook al gezien. Die heb ik gelukkig ook naast me, want ik ben eigenlijk eerlijk gezegd liever niet zoveel op kantoor. We hebben meetings hier, we bespreken hele belangrijke dingen. Maar ik wil ook de deur uit om mensen te spreken, sporters te spreken, inspirerende ondernemers te spreken. Om te kijken wat zij doen, om ervan te leren en om het ook te delen met jullie. Zodat jullie er ook van kunnen leren. En ik hoop dat er hele gave dingen uitkomen. Oké, heel gaaf telefoontje. Ik mag mee op de Team Brunel boot. Hoe vet is dat? Dus in de auto. Op naar Scheveningen. Eerst nog even kunnen parkeren hier. Er staat iemand hier. No! Nee, je moet daarbij iemand op bezoek in die flat. Zoek nummer maar nummer. Was te proberen. Ja, dus we zijn nu terug in Den Haag. De Volvo Ocean Race was hier de finishplaats. En ik ben net gebeld door Bart. Yo, Bart. En ik mag mee met de oefenrun. Met kapitein Power Backing. Legende. Super benieuwd. Ik heb zo'n idee dat dit wel echt next level is. Geen idee waar het media zit. Oké, thanks. Hey, lekker stukje. Gewoon in een roeibootje, toch? Je moet er wel vallen bij race tekenen. Oh god. If you die in the water, sailing of this nature can be high risky activity. In case of death, my participation in this racing experience is entirely voluntary and at my own risk. Dit heb ik voor een rondje schaatsen nooit op getekend in ieder geval.
Yo! Goedemorgen. Hallo. Middag. Middag. Ga je weer wat je bij? Ja. Nice. Dan wil jullie koffie drinken, dan wil je koud zijn. Ja, precies. Hey, hoor je dat? Net een formulier ondertekenen. Sign your life away. My life is in your hands, my friend. Van één hand terug. Je gaat me niet overboord gooien. Ik zeg alleen al, smeer je goed in. En veel water drinken. Ja, goed man. Het is allemaal top silent hier waar ik mee sta. En ik ben gewoon maar een simpele schaatser. Oh, hier, ik krijg een apart team te nu. A part of the team. Maar dat gaat lekker strak zitten, denk ik. Gaat lekker nat worden, denk ik. Okay, part of the team. No pictures, no pictures. Alright. Tuurlijk. My balls, man. Rechte zeepink. Ja, je moet wel even grinden natuurlijk. Niet even een beetje grinden, maar gewoon olie druk op moet voeren. Ah, dat ga je leuk vinden. Vet. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night, and in between doing exactly what I want to do. Bouwen, bedankt. Graag gedaan. Dat is geweldig. Leuk, ja. We gaan weer naar Val. Ja, hoe gaaf was dat? Ik mocht mee met Team Bruno met bouwenbacking op zijn boot. Waanzinnige ervaring. En ook superleuk om te horen dat al die zeilers First Energy gun gebruiken om gewoon gefocust te blijven, op de been te blijven. Vind je het gek als je 9 maanden lang op pad bent en je moet constant alert zijn. Heel tof om te horen hoe zij First gebruiken. En heel tof om hier te zijn en te kunnen meevaren op een Volvo Ocean Race boat. I'm like a drugs dealer. Yeah, you're hooked, huh? Yeah, absolutely. If you run out, you know where to find me. Don't worry, I'll be calling you. Yeah. Nice, man. Cheers.